In juli jongstleden was geheel Valkenburg in de geul in de ban van de watersnoodramp. Een verschrikkelijke ervaring voor particuliere ondernemingen, maar ook voor de verenigingen. Een van de verenigingen die de dupe is geworden was voetbalvereniging Walram. Wat er sindsdien allemaal is gebeurd en hoe het er nu uitziet, daarover ga ik in gesprek met voorzitter John Pissers. John, 14 en 15 juli, voor Walram gedenkwaardige dagen. Vertel. Ja, je noemt het heel goed, 14 juli, als de dag van vandaag. Frankrijk, 14 juli, nationale feestdag en Valkenburg Ramdag. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ja, al aan de ondernemers, de particulieren die nog elders bivakeren. Maar ook voetbalvereniging Walram ontsnapte niet. En een enorme schade die als gevolg van die watersnoodramp is opgetreden. En er stond een enorme taak voor ons om weer alles in kannen en kruiken te krijgen voor de start van de nieuwe competitie. Dat geldt ook voor andere verenigingen uiteraard. Uiteraard geldt dat ook voor andere verenigingen. Wat trof jullie allemaal aan? Wat was de schade? Wat was er allemaal aan de hand? Nou, wat we aantroffen, ja, dat is misschien een hele lange lijst. De vraag zou beter zijn van, wat was er nog goed? Ik denk dat we hem andersom zouden moeten draaien gewoon. Dan vertel dat maar. Oké, wat we in ieder geval nog over hadden, was ons gebouw. Maar de schade aan gebouw, onze hele inventaris, onze hele voorraad, die was rijp voor de sloop, zou ik maar zeggen. En jullie zijn eigenlijk pas een week na de ramp kunnen beginnen. Hoe kwam dat? Nou, we zijn heel bewust een week na de ramp gestart met de eerste opruim- en schoonmaakwerkzaamheden. Omdat er ook een aantal mensen van de vereniging bestuursleden zelf getroffen waren. Maar ook omdat we het goed vonden en ook beter vonden dat onze leden eerst elders hun handjes gingen gebruiken om mee te helpen. Bij particulieren, bij bedrijven. En zo zijn we pas de week daarna, dinsdag 20 juli, met maar liefst 60 vrijwilligers gestart met de eerste schoonmaakwerkzaamheden. 60 vrijwilligers, zijn die al die tijd intact gebleven? Die zijn in ieder geval de eerste twee dagen volledig intact gebleven. Af en toe wisselend. Maar gedurende de weken erna, in de wederopbouw, zijn we niet meer met 60 mensen. Want daar heb je niet direct het werk voor. En daarnaast heb je ook dan de echte specialisten nodig. Je hebt net verteld, laat ik het zo zeggen, van de inventaris was kapot. Maar je hebt me ook verteld in het voorgesprek, eigenlijk zijn alleen de muren blijven staan en de rest is gesloopt. Ja, is heel correct. Als je kijkt van in onze kleedlokalen, dan alles wat er was, dat hebben we moeten slopen. Hebben we weer opbouwen, we hebben alles moeten verven. En onze kantine is alleen maar de muur van het buffet overgebleven. En de rest hebben we, of sommigen hebben nog wat schoon kunnen maken. Maar de meeste, ja, dat was op en die moesten allemaal weer in de wederopbouw vernieuwd worden. Zullen we heel even rondlopen? Kun je even laten zien wat er allemaal gebeurd is en wat er nog gebeuren moet? Ja, oké. John, we zitten nu in de kantine, we staan in de kantine en hier is dus eigenlijk alles vernieuwd. Nou, als je dus hier rondkijkt, dan zie je overal een nieuw meubilair. Je ziet dat alles is weer opnieuw geschilderd. Alle apparatuur die we hebben is vernieuwd. Ook in de keuken zijn sommige zaken die nog goed waren, die zijn kunnen blijven staan. Maar we hebben een heel nieuw buffet, dat kun je aan deze kant zien. En het enige wat wij nog in de kantine moeten doen, is een nieuwe vloer achter het buffet. En uiteraard nog onze nieuwe gordijnen die momenteel in bestelling zijn. Okay. En dan hebben we de kantine eigenlijk top in orde weer. Alle nieuwe deuren zitten erin, alle nieuwe binnendeuren zijn geschilderd. En voor die deuren geldt dat in alle locaties die we nog tegenkomen zijn alle deuren vervangen. Oké. Okay. Nou, eventjes een blik in de bestuurskamer gooien. Ja. Ik kan me herinneren, de bestuurskamer, dat was vroeger niet het uithangbord van de vereniging. Maar als je nu rondkijkt, is het pas wel prachtig geworden. Ja, we vinden het toch belangrijk als we onze gasten ontvangen. Dat, aan de eerste indruk, hè, dat is een daalderwaard, hè, noemden we dat vroeger. Nou, je kunt zien, alles is heel mooi geschilderd. We hebben nu meubilair en we zijn hier weer volledig operationeel. Oké. Bijna alles is gebeurd. We gaan nu even kijken waar nog iemand bezig is. Wie is dat? Ja, Sean Ramakers, bestuurslid. Iemand met gouden handjes die enorm veel werk hier heeft verricht. En die op dit moment bezig is om de vloer in het verzorgingslokaal te leggen.
Meneer Raamakers, mag ik u even wat vragen? Ja, zeker. U bent flink bezig. Flink? Ik ben bezig, ja. En lukt het een beetje? Het lukt, ja. Ik hoop het wel. En dat doet u met liefde alleen voor de vereniging? Ja, ik ben echt een verenigingsmens, hè. En ik doe alles wat ik kan, tenminste voor de vereniging. En dat is volgens mij heel veel? Heel veel. Ik probeer wat te doen, ja. Net als andere mensen. Oké, succes. Dankjewel. Dankjewel. John, we hebben een prima indruk gekregen wat er allemaal gebeurt. Heel veel, ik kan me voorstellen, en dat indruk die had ik vooraf al, dat je heel erg trots bent op datgene wat allemaal gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk, dat doet je goed. Dat is een, hoe moet ik zeggen, dat geeft de verbondenheid en de samenhorigheid weer van een vereniging, van de leden, maar ook naar buiten toe. En dat, dat waardeer ik heel erg, heel mooi. Dat kan ik me voorstellen. En tot slot, wat moet er nog gebeuren? Een nieuwe cv-ketel? Ja, we moeten nog, die staat gepland half oktober, onze nieuwe cv-ketel en onze nieuwe boiler. We hebben weliswaar voor de boiler een noodvoorzieningetje, zodat we kunnen douchen en we zijn dan operationeel met voetballen. En als we dat nog hebben, plus de dingen die ik net heb genoemd, dan zijn we er weer. En hopelijk was dat ook de eerste en de laatste.